Yo kijkers van de Zeergamer, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op de Zeergamer. En vandaag doen we weer Mindtopia. Dit keer niet roleplay, omdat gewoon ik wil het gewoon deze keer gewoon clean houden. Want ik wil jullie laten zien wat er eigenlijk met mij aan de hand is en wat er eigenlijk is gebeurd nog. Want ik ben gehackt op Mindtopia, op Minecraft. Mijn account is gehackt, dat is voor de mensen die het niet weten. En dit keer wil ik jullie even laten zien van wat is er nog over van mij in Mindtopia. Wat heb ik nog? Wat is de toekomst voor straks in Mindtopia? Wat wil ik nog graag doen bijvoorbeeld en zo. Een beetje dat onderwerp een beetje vasthouden. En echt het belangrijkste nog. Wat is het gevolg waarom ik ben gehackt? Wat is het gevolg van dat ik ben gehackt? Nou, het gevolg is best wel groot geworden. Best wel irritant. Want ik ben een weekje weg geweest van Mindtopia. Eigenlijk een beetje wat er is gebeurd. Want ik ben namelijk gejailed. Ik kom daar zo meteen op. Maar vergeet niet een blauwe mail te doen. Vergeet niet te abonneren. En vergeet niet te delen natuurlijk de video. En een reactie te plaatsen. Stille kijkers hou ik ook wel van. Maar ik bedoel van een reactie plaatsen is natuurlijk ook altijd veel fijn. Dan kan ik ook kijken van wat jullie van de video vinden. Maar mensen, laten we beginnen. Dit is de politiebureau van Kutrexia. Wat je misschien wel ziet. En ik ben zeg maar gehackt. Alles van mij is weg. Ik heb geen armor meer. Mijn kleding is weg. Setje vegan was dat. Nou, dat was best wel veel waard eigenlijk. Ik heb nu wel 11k nog. Eigenlijk hoor ik 25k te krijgen. Krijg ik waarschijnlijk nog. Ik heb best wel veel eten voordat ik... nou, dan hoef ik het niet zomaar weer in te kopen. Nou, dat lijkt me vrij logisch. Voor de rest heb ik niet veel. Ik heb een boekje. Nou ja, en andere dingetjes, weet je wel. Dat is een beetje gewoon die boekjes in je inventaris en zo. Waar eigenlijk niks echt mee doet of zo. Ik heb een tulp. Dat is het enige. En waterbottels. Dat is het enige wat je overhoudt van hackers. Het enige wat ik nog wel heb, daar ben ik heel blij mee, is mijn plot. Ik heb mijn plot nog en ik heb de casino nog, ik heb mijn baan nog. De casino loopt ook weer, dus als je even een bezoekje wilt brengen aan de casino in Rolandia, dat zou ik natuurlijk heel erg fijn vinden, want dan kunnen wij weer ook weer geld verdienen. En misschien jij ook wel. En daar loopt Martje en nog iemand, Quinn, de Beast. Oké, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik was dus gehackt. Ik heb niet veel meer. Maar ja, ik probeer het nu een beetje op te bouwen. Ik werk nu gewoon in de Rolandia Casino. Dus ik hoop dat jullie daar ook een bezoekje kunnen brengen en mogen brengen. Nou ja, mag altijd. Natuurlijk, oké, weet wat ik bedoel. Maar, voor de mensen, ik had een wapenstok in mijn inventaris. En ik ben gehackt dus. En ik had ook een wapen. Nou, die wapen is weg. De wapenstok is weer teruggevonden. Maar die wapenstok, die had ik ook in mijn inventaris. En ik werd toen gehackt. Dus hij speelde op mijn account. Dus ik had een wapenstok. Maar ja, hij speelde op mijn account, die hacker. Nou goed, wat er toen gebeurde. Ik ga het al raden. Hij ging mensen slaan. Met het wapenstok. Dat lijkt me vrij logisch. Ik had het ook gedaan. Of funny en zo. Maar ik vond het niet echt heel funny. Want het eigenlijk gevolg is ervan. Hij sloeg mensen hier random op straat met een wapenstok. Ik weet niet eens waar het is gebeurd. Zo erg is het. Ik heb het zelf niet eens gedaan. En ik weet niet eens waar het is gebeurd. Misschien is het ook wel in Kredel gebeurd. Weet ik veel. Of in Kutrexia. Heeft iemand... heeft de hacker dus iemand geslagen met een wapenstok. En heeft iemand gelijk naar de politie gegaan. En heeft aangifte gedaan tegen mij. Terwijl ik het helemaal niet heb gedaan. Wat er toen is gebeurd. Ik kwam in de cel hier beneden. Daar werd ik gearresteerd. En ik vond dat zo fucking raar van. Oh nee, nu niet dit nog eens. Ik werd hier meegenomen. Ik werd hier helemaal meegesleurd eigenlijk. Een soort van, nou ja, met de handboeien om dan. En dan ging ik daarin. En dan sprak ik in dat kamertje met die computer daar. Sprak ik met een agent. En die bracht me dan weer naar de cellen hier beneden. En toen mocht ik zelf een celletje uitkiezen. Dat vond ik heel erg leuk. En ook best wel gastvrij eigenlijk. Dat vond ik heel erg leuk. En toen heb ik een cel uitgekozen. En toen werd ik voor een week vastgehouden. Er kwam ook een rechtszaak, maar ik weet niet zeker dat die rechtszaak er komt. Ik hoorde er niet echt veel meer van, maar dat komt en zo. Maar ja, ik verwacht wel dat het komt en anders niet. Dan vind ik het ook niet zo heel erg. Het is eigenlijk een beetje onterecht, want ik heb heel zelf niks gedaan. Ik snap het is je eigen account. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar alsnog, het zou jou ook kunnen gebeuren. Ik bedoel van, een beetje respect aan elkaar. Het zou jou ook kunnen gebeuren. Heel makkelijk. Zou je denken van, nee, maar Kevin, mijn wachtwoord was niet raambaar. Die van mij ook niet. Dus, ik zat dus hier in de cel een week lang. Ik kon geen video's maken, weet je wel. Dus daarom heb ik niet echt veel video's gemaakt. Het was best wel rot eigenlijk. En ik heb nu ook niet meer heel veel. Dus ik hoop dat ik meer werk. Ik ga heel goed werken. Heel goed money verdienen, zeg maar. Dat ik weer een beetje op mijn benen ga staan. En dan weer steeds hoger. En ik hoop dat we het gewoon nu eigenlijk kunnen sluiten. Het hoofdstuk
En ja, ik hoop dat het, dat het geluk nog moet komen. Ik hoop dat het dat moet nog komen. Maar ja, een beetje alles is weg van mij, maar dat maakt me niet echt heel veel uit. Het gaat me om dat ik gewoon nog weer gewoon lekker weer op mijn voeten sta, op de grond. Dus mensen, vonden jullie deze video nog leuk? Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik tegen jullie, later.